mensen, welkom bij een nieuwe vlogdag, vlogweek. We zijn nu even in Mio, bij Mio, in Rotterdam. En de girl hier is al zo lang niet naar buiten geweest, dus we zijn nu eindelijk een keer buiten, mensen. De girl Ries is er ook. Joe! En ik ben benieuwd of de cocktails hier wel lekker zijn. Vast wel. Ja. Je girl hier die loopt zo snel. Ik met mijn korte benen moest haar gewoon inhalen. Ja, doei. En het regent. Waarom liep het ook snel? Nou, anyway. We gaan nu even een hapje eten. Zo. Het lijkt net alsof wij in een... Kijk eens mijn beeld. Alsof wij in een ding zijn. Kan je beeld draaien? Oh. Kijk, zie je? Bang. Het lijkt net op een vakantieding. Nee. Ja, het regent. En... Nee, even goed dit. Wat? We moeten lopen. Nee. We moeten lopen. Nee. Jij bent altijd van een sportieve stuk. Nou, nu niet meer. Nee, we gaan lopen. Nou, het regent, Ries. Laat me gewoon een hele omweg lopen. Oké, kijk die man daar zo. Hij gaat je dadelijk... Ik ga hem schoppen dadelijk, echt waar. Oké, jullie gaan het dus nooit geloven. We waren dus letterlijk hier. Ja, we waren dus letterlijk hiernaast. En hier is dus... Het is dus... Het restaurant, mensen. Het zusje. Hier zouden we gaan eten. Lopen is Ries heeft mij helemaal zo om die gebouw laten lopen. Lopen is gezond. Maar niet als het regent. Nee, maar lopen is gezond. Maar niet als het regent. Jenna is heel fanatiek en sportief, maar de deur valt dicht. We zijn maar welkom. Daar merk je nu helemaal niks van, want lopen is gewoon gezond. Nee. Ik zie hier echt rare mensen. Dat is alleen... En mensen, uiteindelijk is het wat geworden? Wat is het geworden, Ries? Weet ik niet. Wat was het? We zitten nu nabij bij Lansdaan. En welkom bij een nieuwe vlogdag, mensen. Mio was geslaagd, was echt een leuke dag. Het is nu vandaag zondag. En mijn vriend en ik die gaan een dagje naar een hotel van de Valk exclusief in Almere. Dus kei schieten. Dus ik ben hartstikke benieuwd. En ja, en oma is natuurlijk weer aan het oppassen op Mason en Sarah Jane. Dus we gaan lekker even chillen.
Maar wacht, ik film mezelf bij pasta eten. Alles voor de vlog. Mensen moeten mijn reactie zien of ik het lekker vind of niet. Het is echt heerlijk. Je moet eten ook of niet? Ja, het is echt lekker. Nee, echt serieus, je weet hoe ik ben. Ik zeg ook gewoon eerlijk als het niet lekker is in mijn vlog. Is dat niet zo dan? Oh mijn god. Perfect. Nou mensen, het is alweer de volgende dag. En wij zitten nu om 9:30 in de ochtend in de lobby. In de restaurant. Te eten. En onze borden zijn gewoon weer helemaal vol zoals altijd. Ja, werken gaat eten. Zo, en we hebben net even geslapen. We hadden een late check-out. Een late check-out zo. Om 1 uur mogen we uitchecken in plaats van 10:30. Want gisteren kwamen we aan in het hotel. En toen zeiden ze van op die uur mochten we inchecken. We waren er om 4 uur. Toen zeiden ze van de kamer is nog niet klaar. De housekeeping is nog niet geweest. Dus toen hadden we een late check-out van hun erbij gekregen. Dus dat was wel nice, weet je. Gewoon ter compensatie. En het is nu 10:30 bijna. Dus wij gaan zo weg. Het was super leuk deze hotel. Volgende maand gaan we weer naar een hotel. Want dat doen we elke maand. Even kijken welke hotel het gaat zijn. Maar sowieso altijd nemen wij een suite. En ik ga zo lekker richting huis. Nee, dat zei ik net ook al. Ik ga zo richting huis. Ik heb mijn kleine mannetje gemist. Dus ik ga lekker naar huis. Hoe vaak moet ik nog zeggen? Ik ga lekker naar huis. En ik ga over 6 weken op vakantie. Ik ga lekker naar Griekenland, mensen. Met mijn gezin, mijn moeder, Ries, haar dochter en de buren, die gaan lekker mee. Dus ik heb nog 6 weken de tijd om fully te gaan trainen weer. Ik ben al gestart eigenlijk. Maar ja man, ik heb er zin in. En Ries gaat ook trainen, dus ik ga lekker coachen. So, let's go. En dat was mijn vlog, mensen. Een hele korte vlog. 7,5 minuten lang. Ik had niet zoveel beeldmateriaal, dus vandaar een korte vlog. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Laat een duimpje achter, comment down below, you know the vibes. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal en ik zie jullie weer in mijn andere vlog, mensen. Bye!